Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Goedemorgen. Ja, ik zie iedere keer als wij zo zitten, heb ik het idee. Ik krijg het beeld terug van Basje en Adriaan vroeger in de caravan. Ja. Met die opnames. Ha. Lachen, Basje en Adriaan. Nou ja. Ik kan weer een beetje lachen in ieder geval, want... Oei. Nou, zeg dat. Lekker aan de koffie. Ja. Maar jongens. Wat een heftige week en een weekend en... Alle drukte waar we nog steeds in zitten. Maar wat was hier weer geslaagd? Het was geweldig. Ik vond echt een super fijn weekend. Een fantastisch leuke, gezellige meet and greet. En in deze video nemen we jullie volledig mee over die hele dag. Dus het wordt een lekkere lange video. Ah, Rowan, kom er ook bij. Hey. Je komt er ook juist mee binnenstappen. het wordt een wat langere video, want ik zat nog te twijfelen. Zal ik er twee kortere van maken of één langere? Nou, het is één langere geworden. Dan kunnen jullie namelijk gewoon helemaal in het verhaal. Meegenieten als jullie er niet bij waren. Een dag die eigenlijk, nou het was eigenlijk een meet and greet van 3 dagen. Ja. Want vrijdags kwamen er al een hoop mensen. Vrijdags hebben we al 18 cabbers binnengehaald. Zaterdag nog een keertje 14. En zondag ging iedereen weer weg. Ja. En er bleven er een paar staan. Dus heel veel gekletst. En sommige maandag zelfs nog. Hè? Sommige maandag zelfs nog. Dus er was heel veel nakletsen en doen. Ja. En op een gegeven moment ging het lampje bij mij wel even uit, zeg maar. Het was wel het batterijtje. Snap ik ook heel goed. Ik ben net een camper. Ik heb hier een zonnepaneeltje in mijn nek zitten. En die had iets te weinig bij kunnen laden op dat moment. Maar dat maakt niet uit. Het was fantastisch. En een dag die begon met in eerste instantie natuurlijk alle campers binnen te halen. Hallo, Ja, dat is het.
gedaan, chef. Ja, lekker man. We hebben een quiz voor. Ik ga die invullen in het binnen. Dit is weer een pakketprijs. Vorig jaar was die rood, hè? Nee joh, hou. En de zat. Nou, de papper die helpt, hebben daarom een plaatje. Zelf bij de weg. With family by my side, mountains high and lakes so clear. Every day, the new frontier. Laughter fills the atmosphere. The beard leads us without fear. Rolling through the town so near, in the beard we have no fear. Memory road trip of the year. Family love to hold us near. Dat een mooi gezicht, hè? Al die campers bij elkaar. Ja, en dat is echt heel leuk. Met natuurlijk dank aan alle dronevliegers die dag, want we hebben diverse beelden gekregen. Ja, maar dat was zeker een mooi gezicht, zo al die campers bij elkaar. Maar liefst 36 in totaal. Ja, ja, prachtig gezicht. Ja, en toen iedereen zo'n beetje gesetteld was en wel. Ja, we hebben heel veel leuke cadeautjes mogen ontvangen en weet ik dat niet meer. Die zullen we zometeen nog wel even erbij pakken. Want we hebben nog een paar nog wel eventjes zo voor het grijpen liggen. Maar ja, toen begon het zogenaamde middagprogramma. Gewoon een beetje gezellig, alles lekker los zoals we ook al zeiden. Een kijkje bij, een praatje met, op de foto met. Heel veel vertier overdag voor de kinderen. En 's avonds was dan echt het officiële gedeelte voor de volwassenen. Maar goed, dat komt zo. Eerst kunnen jullie even leuk meekijken met het middagprogramma.
hartelijk welkom op deze Meet & Greet 2024. Hoe is het nu met? Al velen van jullie eventjes gesproken. Maar wij gaan natuurlijk de hele middag nog de tijd nemen voor jullie. Om jullie allemaal uitgebreid nog te spreken. Voor zover mogelijk. Maar dat gaan we gewoon mogelijk maken. Zoals vorig jaar voor velen van jullie ook wel bekend. Want er zijn een hoop gezichten die we vorig jaar ook hebben mogen treffen en leren kennen. Zijn er weer. Weten dat het vanmiddag lekker een losse inloop is. Van een praatje bij een kijkje met op de fotomat. Voor de kinderen is er van allerlei vertier achter. Tussen 3 en 4 is de dame er die sminkt. Tussen 3 en 4 is er voor de mannen, denk ik dan, onder ons. Ook nog een demonstratie van het schoonmaakmiddel voor campers van ProvaClean. Dat vindt hier achter ons plaats, want er staat een camper die is zo'n beetje één met de natuur. Die is helemaal groen. En dan kunnen we mooi laten zien dat het product goed werkt. Dus dat vindt ook plaats tussen 3 en 4. De springkussen staat er. In de garage daar tegenover springkussen is ook nog allerlei leuk vertier aan. Een Formule 1 simulator, een racebaan voor de kinderen. En daar staat ook een fotoboot. Oftewel, als jullie graag met ons op de foto willen of met de kinderen. Of je wil zelf lekker op de foto met je gezin of wat dan ook. Of met de hond. Dan kan dat. Dat is namelijk een druk op de knop en dan komt hij er zo uitrollen. En dan heb je een blijvende herinnering van deze dag. Zoals gezegd gaan we nu verder niet moeilijker maken dan dat het is. Nogmaals allemaal, wees welkom en voel je welkom. Vanavond vanaf 8 uur het officiële gedeelte met informatie voor de gezinnen en overige mensen die daar belang bij hebben. En de live podcast met een aantal gezinnen. Dus vanavond het informatieve gedeelte en nu gewoon lekker gezellig een kijkje bij, praatje met, op de foto met. Onder het genot van een hapje en een drankje. Nogmaals, allemaal dank voor jullie komst. Super gezellig wordt, maar daar ben ik niet bang voor. Dat gaat zeker lukken met jullie allemaal. Dank jullie wel. Zie je, ze kan het wel. Yay. Nee, dat geeft niks. Dat is gezellig. Dat is echt heel leuk. Oh, mag ik zo'n dingetje niet? Tuurlijk. En koffie of thee? Nee, ik heb beneden koffie. Oh, ik was even aan de tafel. Mama, mag ik een zakje? Ja, tuurlijk. Ik wil nog één zakje. Thank you.
glijden, glijden. Als jij liever een crème hebt, mag je hem ruilen? Nee. Nee, hoor ik. Eén sticker. Ik ben gewoon met z'n vijf. Wat lekkers erbij. En een sleutelhanger. Super. Zal ik het weer erin doen? En wat ik zeg, als je liever een crème hebt, maar daar beslis jij niet over, want zij heeft gewonnen. Ja, ik heb haar naam erop gezet, hè. Ja, mijn naam. Alsjeblieft. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Dankjewel. En nummer 2, met anderhalve fout. Nou, dat vind ik ook al heel knap. Dat is geworden. Zie ik ze? Ik ga roepen, dat komt er niet door. Camperfamilie Geus. En waar is. Of als we liever een pet heeft, vind ik het ook prima. Wat is dat? Ja, helemaal goed. Vraag 7 luidde. Bij wie, en daar komt ie, en waar hebben wij tijdens de reis een housesitting gedaan? Dat was bij deze dus ook het geval. Bij camperfamilie Geus ook weer. Vandaar een halve half punt. Wat waar, of nee, bij wie? Roep hem maar. Tap de bruine beer. Maar waar? Frankrijk. Die staat er dan vaak niet bij. Nee, iedereen heeft het in principe ingevuld. Tip de bruine Labrador. Maar waar was dat? Ja, dat was in Dordogne inderdaad, in Frankrijk. Dus vandaar die half, dan komt hij daar weg, dat staat ook weer uitgelegd. Wat vonden wij dit jaar de meest fraaie wandeling / beklimming? Een heleboel mensen hebben denk ik gedacht dat dat de Passerelle de Releu was. Ja, maar later hebben wij nog een wandeling gemaakt in de Canticosa. En toen zeiden wij heel duidelijk, deze vinden wij haast nog fraaier. Deze vinden wij nog mooier, nog fraaier. Als toen in Releu. Maar ze hebben het veranderd voor years. Niet moeten doen, maar je hebt echt nog gewonnen. Kijk aan. Kijk eens. Hartstikke bedankt, Ketje. Mensen, eet smakelijk verder allemaal. Wil je het nog daar of zo? Oké. Nou, en jullie zagen het, een en al gezelligheid. En in de tussentijd kregen we allemaal leuke cadeautjes. Even nog heel vlug er doorheen, want we hebben hier allemaal nog leuke, mooie gelukskaarten liggen. Ja, dat is een kaartje met de werking van Larvikit, want dat was nog een mooie Organite die we hebben gekregen. Die staat voor op het dashboard. Okay. Een kaartje hier, een kaartje zo, een kaartje zo. Kijk eens, nog een mooi kunstwerkje van een meisje wat er was de beard. De beard sticker en het logo helemaal nagemaakt. Kijk toch eens hoe leuk. Allemaal leuke dingen mogen ontvangen. Een spel. Tekeningen. Kleurplaten. Van Rob uit Groningen kreeg nog een mooi houtsnijwerk. Moest kijken. Wauw. Die had hij voor Rocky, zei hij. Ja, nou, wat is zo mooi, mooi gemaakt. En allemaal lekkers hadden we gekregen. Heel veel lekkernijen ook, inderdaad. En een vlindertje dat geknutseld is. Of gehaakt is het, moet ik heel veel leuke dingen. Ik zou niet eens weten, want de rest ligt allemaal nog hier en daar door de kent heen. En het spel ligt van natuurlijk alles. Bij het spelletjeskast in. En het spel, inderdaad. Nou, we zullen vast wel wat zijn vergeten. Maar lieve mensen, allemaal heel hartelijk dank voor al die lieve attenties. Het was zeer, zeer leuk, zeer geslaagd. Maar goed, die middag was niet alleen even gewoon een en al gezelligheid. We hadden ook een demonstratie van het schoonmaakmiddel ProvaClean. Die werd uitgevoerd onder andere door Vince.
doe je dat weer tactisch uit onze eigen mokken. Yeah. Ja, want iets wat ook die middag ontzettend leuk liep, was onze merchandise. Inmiddels een leuke lijn op kunnen zetten. Nou, je ziet het, de nieuwe truien die we aan hebben. Een hashtag de beard met nieuwe logo's en achterop terug nieuwe hoodies. En nog veel meer. We hadden mokken. We hadden onderzetters met ons logo erop. Ze zijn erg leuk. Maar ook gewoon met leuke slogans zoals King of the Camper en een Queen of the Camper. Ja. Hadden we ook nog. En Leave to Come Back Better. En zo nog veel meer. En ook deze was er ook trouwens, ja. Want dit is een vierkant setje die we hebben. Maar we hebben ook nog deze met een leuke standaard erbij. Waar ze dus allemaal in kunnen. 1, met 2. Ronde onderzettertjes in. Met ronde onderzettertjes. Die hadden we. We hadden een nieuwe sleutelhanger in de beardstijl. Ja, die vind ik erg leuk. En we hadden flesopeners. We hadden hoodies, t-shirts, weet ik dan. Afijn, kijk zelf maar even snel. En natuurlijk zijn al die artikelen niet alleen maar allemaal te koop geweest op die Meet & Greet. Maar ze staan ook allemaal in onze webshop op www.debeertcampergezinhannessen.nl. Binnenkort overigens ook www.debeertcampergezin.nl. Die komt er ook bij. Ik zou zeggen, neem een kijkje. Ja, neem even een kijkje. Hoodies, t-shirts, polo's, petten, mutsen. Leuke gadgets, paraplu's hebben we verkocht die dag. Ook nog, En nou, zo nog veel meer. Kijk maar eventjes op onze website. En als je zo'n leuk item wilt bemachtigen. Het is daar allemaal te koop en te vinden. Goed. Dat gezegd hebben we. Ja, dat is ook een t-shirt met dat gezegd hebben. Toen gingen we het avondprogramma in. Het avondvullend programma. Met een presentatie van onszelf. Hoe is het nu met? Ook een stukje NLP meegenomen. We hebben een live podcast gedaan. En het was daarna nog één gezellig geheel rondom het kampvuur. Ja, precies. Het was echt zo mooi om te zien. Ja, dat vond ik ook. Nou ja. Oh, daar is een foto van, hè? Weet je, we gaan het zo weer laten zien. Spelen? Nee, echt niet. Dat wil ik echt uit de wereld hebben. Want Mark kan het gewoon het allerbeste allemaal verwoorden als mij. Ik ben daar heel onzeker in of ik het allemaal goed vertel. Dus vandaar dat Mark het eigenlijk altijd doet. Dus bij deze uit de wereld, niet Mark dominant is, maar Mark die. Oh, dankjewel. Dat geef ik gewoon in de toe. Ja. Kom dan toch. Maar heb je soms ook benodigd, als je het leven leidt wat wij leiden, dan heb je die dominantie ook denk ik wel een klein beetje nodig. Ja, klopt. En ik sta nu bij jou vandaan, ik ga lekker samen. Ga ik bij jou staan als het goed gaat, tenminste met de speakers, daar gaan we even achter komen, want ik wil geen gepiepjes. Nogmaals, ik ben voor iedereen goed te verstaan zo. Heel fijn. Dat gaat een stukje beter en makkelijker dan vorig jaar. Zo zijn we sowieso gegroeid. Niet alleen wij als mens weer, maar ook deze meet and greet. Vorig jaar telden wij nog zo'n 22 campers. En dat waren er vandaag maar liefst, inclusief onszelf, 36. Yay! We staan met 36 campers. En daarvoor al een hartelijk bedankt voor jullie komst. Nogmaals, ik heb jullie natuurlijk vanmiddag allemaal al bedankt. De Meet & Greet 2024. Na het succes zeiden we al van vorig jaar, dit jaar een nieuwe editie met het thema Hoe is het nu met? Immers wonen we nu alweer 2,5 jaar in onze camper. Ja, de tijd gaat snel. Dezelfde persers die nu vanavond ook weer foto's maakt, daarachterin, heeft destijds ook foto's gemaakt toen wij net de camper ingingen. Ik zie het nog zo vertrekken. Maar niet alleen hoe is het nu met ons, maar ook hoe is het met jullie. Want we hebben ook een hoop bekende gezichten. Ja, zeker. Mensen die er vorig jaar ook waren. Ja. En hoe leuk. En zo meteen
aan het einde van ons dingetje, laat ik het maar zo gewoon eenvoudig houden, we zijn eenvoudig, proberen we ook altijd te zeggen. Hebben we nog een aantal mensen met wie wij een podcast, een live podcast gaan doen, die overigens niet live wordt uitgezonden, maar jullie wonen hem live bij. En hij wordt opgenomen en komt eerder ook op het YouTube-kanaal. Maar goed, jullie zelfs nog getroffen, Theo en Jannie, in Belus was het in Spanje tijdens onze reis. Dat hoorde was hem nog super. Zo zeggen, hij liep om onze camper heen te dartelen. Nou volgens mij tikken we nu op dit moment ongeveer 6000 aan. Ken je ze ook allemaal? Ik zeg, nou dat denk ik niet. Ik zeg, maar u wel, want u was vorig jaar op de meet and greet. Ja, dus toch, zeg ik. Ja. Nou, en dat proberen wij ook. Maar gewoon mensen, toch blijkbaar een grote inspiratie ook voor een hoop mensen. En dat vind ik altijd een fijn punt. Want ik heb altijd gezegd, ik heb altijd al voor mezelf het gevoel gehad, ik ben hier niet alleen om maar gewoon markt te zijn. En deels doe ik dat natuurlijk al een beetje met mijn hobby. Die is uitgelopen tot een groot leuk bedrijf in het Sinterklaas zijn. Althans, de adviseur, zeg ik altijd. Ik ben zijn adviseur en zo nu en dan kruip ik hem dan even stiekem onder zijn baat wanneer de man hier in Nederland is. En dan voorzie ik hem van raad en daad, omdat hij schijnbaar ook nog wel eens de nodige informatie nodig heeft. En geloof me, dat is ook een type man, die luistert ook niet overal naar. Dus ik verwacht ook zeker niet dat jullie dat allemaal doen. Maar ik was altijd al wel iemand die iets wil zijn voor een ander. En dat had ik schijnbaar nodig voor mezelf. Ja. Om mezelf aan een bepaald trekker te laten komen. Ik heb altijd gezegd, we zijn op de wereld om elkaar te helpen. We hebben niet allemaal alleen de wijsheid in pacht. Die delen we samen. En dan kom je vaak tot een heel stuk meer informatie. Want nogmaals, ook ik heb vanavond niet alle wijsheid in pacht. Echt niet. Maar samen komen we een heel eind. En dat is mooi. En dat we dat dan nu aan de hand van ons YouTube kanaal door mensen te hebben weten te inspireren. Dat nog meer hebben weten te bereiken. Dat is een fijn gevoel. En dat benadruk ik gewoon op niet meer dan een fijn gevoel. Want anders gaat het ego namelijk weer spreken van, zie mij eens eventjes dat we voor elkaar hebben. En zo zitten wij gewoon domweg niet in elkaar. Want dat is iets wat ik zelf, even mij de spiegel voorhouden, in de afgelopen 2,5 jaar echt wel heb geleerd. En nog, alle dagen weer. De ene keer is die spiegel in mijn kinderen. De andere keer is die spiegel letterlijk, die ik morgen zie als ik mij geen orde maak. En de andere keer geeft Inge mij die spiegel. En dat is ook iets, dat ik nogmaals, wat wij hebben geleerd. Ja. Want ik kan wel heel erg uit gaan wijken over hoe is het nu met, hoe is onze reis gegaan. Bijvoorbeeld de afgelopen 7 maanden. Of nee, we zijn inmiddels over een week of 6 in Nederland geloof ik uit mijn hoofd. Ja. Maar de reis van de laatste 7 maanden. Daar kan ik van alles over vertellen. Maar hebben jullie dat kunnen zien in onze video's als het goed is. We hebben recent nog een live video gehad. Waarin we ook al duidelijk hebben aangegeven, ja, dat ging al vele malen soepeler. Ik wou zeggen, dat wou en ik rustiger. Zeggen. Nou, als jij ervan zegt, hey. Nee, ik wou zeggen, nee. Ja, dat wil ze eindelijk wat zeggen? Nee, de reis 2, inderdaad, is een heel anders geweest dan de eerste reis. Voor mij zeker. Ja. Ja, vorig jaar stond ik ook heel stoer voor jullie en toen had ik nog een trillend stemmetje aan op het moment dat het mijn kinderen aanging. Ja. Want dan raak je toch altijd iemand in zijn ziel, ja. Denk ik wel. Kinderen zijn ook wel een spiegel van de ziel. Ja. Jullie kennen allemaal ons verhaal wel een beetje waar het anders begonnen en waar we nu zijn. Dus daar gaan we verder dus nu niet over uitwijken, want dat hebben we vorig jaar gehad. Voor de mensen die er niet van op de hoogte zijn, zeg ik altijd, kijk het lekker terug, want de informatie is al degelijk een keer gedeeld. Wat er eigenlijk gaande is. En dat was die innerlijke rust, die had ik nog niet. Maar deze en die heb ik afgelopen jaar. Nou ja, maar deze reis was het echt. Je moet een koffie. Dat helpt. Daar krijg je nog meer droge mond van. Deze reis was jij echt nou, eigenlijk rustiger als mij. Ja, jij jezelf. Deze reis kwam ik maar meer tegen. Klopt. Dat is alleen maar leuk, want ben je daarvoor hebben we ook gezegd, we zijn er voor elkaar. Ja. We zijn er niet alleen voor jullie, we zijn er ook voor elkaar en als gezin. En dat is altijd een heel belangrijk ding, dat als je die keuze maakt die wij hebben gemaakt, moet je het wel samen doen. Natuurlijk zijn we ook al bezig met dingen aan het bekijken van wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst. En dan snij ik gelijk een leuk onderwerp aan, want mensen zijn altijd mee bezig met de toekomst. Een van de dingen waar een hoop mensen ook eigenlijk vaak op vastlopen, als ze de stap willen nemen die wij hebben gezet. Of ook in het dagelijks leven. Men is altijd maar bezig met de toekomst. Die hebben dan onderweg voor een afkorting neurolinguistisch programmeren. En dan is eigenlijk dat programmeren is eigenlijk het belangrijkste woordje in het hele geheel, vind ik, persoonlijk. Ik zeg altijd, gekscherend voor mij heb ik dat zelfs vanmiddag nog tegen iemand gezegd met een stel met wie ik heb staan kletsen. Ik zie mensen niet altijd niet meer als een computer. Dat zijn we immers vandaag de dag ook. 'S Morgens zetten we iedere keer weer die knop aan, we gaan op de automatische piloot, we doen eten, lezen, werken, schrijven, slapen en de dag begint de volgende dag weer opnieuw. Als je daar goed bij voelt, helemaal prima. Ik voelde me daar niet goed bij op een gegeven moment. Dus ik heb mijzelf, net als die computer toen,
wat af en toe nodig is, een nieuw besturingsprogramma opgedownload, geïnstalleerd, geprogrammeerd. Met bepaalde technieken van het NLP. En dat kun je van alles aanhangen aan het hele NLP. En er zijn complete cursussen voor. En voor wie daarin is geïnteresseerd, ja, natuurlijk voel je vrij. En dan kun je ons altijd nog meer informatie vragen. En er zijn meer mensen onder ons die daarin thuis zijn. Dat zullen jullie allemaal vast wel hebben vernomen. Maar er is deze avond nu niet voor. Maar ik haal het er wel een klein beetje bij, omdat het gewoon reflecteert op mezelf. Ik heb gezien en geleerd de afgelopen jaren dat succesvol zijn of gelukkig zijn een veelal niet ontstaat uit dat wat je in het verleden hebt meegemaakt. Dat denkt men wel. Het is wel een bagage die je meeneemt naar die toekomst. Maar het komt veel meer, gelukkig zijn komt in mijn optiek veel meer weg uit het uit de binnenwereld, hier, het denken. En als je bepaalde techniekjes toepast voor jezelf, als je in blokkades denkt, bij wijze van, dan denk je altijd in problemen. En wij zeggen tegenwoordig altijd, nee, we denken in oplossingen. En ook naar onszelf toe. Als je je binnenwereld door bepaalde technieken weet te veranderen, verandert de buitenwereld vanzelf met je mee. En dat klinkt nu heel, of misschien heel lastig of heel simpel, maar nog simpeler gezegd is het gewoon, uiteindelijk word je wat je denkt. En zo werkt het gewoon echt hergeprogrammeerd. En dan kom je tot dat soort conclusies. En een van die termen die wij ook veel gebruiken is leef in het nu. Als je het leven wil leiden wat wij leiden, leef dan voornamelijk in het nu. En dan kom ik weer terug bij die toekomst. Want mensen zijn altijd maar bezig met die toekomst. Ja, inderdaad. Ik lust inderdaad wel wat drinken. Ja. Ja, ik zag je al seinen, ja. Ja. Mensen zijn altijd bezig met die toekomst. Ook met een reis plannen. Hè? Als we het gewoon weer op onszelf reflecteren. Jullie gaan eerder zoeken naar een reis. Dat is gewoon een hele goede houvast. Door echt proberen in het nu te leven. Maar goed, er zijn ook al mensen die al wel, waarvan wij weten, al langer in hun camper wonen. Of aan de hand van onze meet and greet en de nodige informatie die we met elkaar hebben gedeeld. Al het zij aan een privégesprek. Het zij aan de hand van onze video's of wat dan ook. Die in hun camper zijn gewonen, maar toch tegen bepaalde blokkades aanliepen. Wel die stap durfden te nemen om in die camper te wonen, maar toch andere blokkades hadden. Ja, en dan kom je weer dat wij ook in het verleden heel vaak hebben gezegd, leef je mooiste leven. Ja, dan kom je weer terug bij jezelf, leef je mooiste leven. Dat klinkt heel makkelijk. Maar het is, ook dat ligt wel altijd bij jezelf. Want je kunt heel makkelijk zeggen, leef je mooiste leven. Maar alles heeft zijn prijs. Ik vind dit nu een hele mooie trui die ik nu aan heb. Dus ik heb nu vandaag mijn mooiste trui aangetrokken, want daar voel ik me vandaag goed bij. Maar die kan over een maand of wat, kan die versleten zijn, denk ik van, ik heb een nieuwe mooiste trui nodig. Dus ik moet wel weer actie ondernemen. Dat heeft wel weer een prijs. Want ik ga naar een webshop of ik ga naar een winkel. Dat wil ik jullie allemaal heel graag meegeven. Dus nogmaals, leef je mooiste leven is geen eindbestemming. Maar leef je mooiste leven is gewoon een manier van leven. Heb jij er nog wat op aan te vullen? Nee. Toe te voegen? Je hebt hier prachtig gesproken. Het is zoals het is. Het is zoals het is. Ja, het is zoals het is. Ja. Ja. Ik neem er een slok water bij. We zijn zometeen natuurlijk nog de hele avond voor iedereen aanspreekbaar. Lekker zonder microfoontje. Als je nog iets privé wil bespreken. Maar voor het zover is, gaan we die live podcast gaan we in. Podcast klinkt natuurlijk heel interessant. Ja. Maar we houden het gewoon lekker nuchter en simpel. Zoals we zelf altijd al zeggen dat we zijn. En we gaan gewoon een paar leuke gesprekjes aan. Met drie stellen / gezinnen. Die dus aan de hand van onze video's geïnspireerd zijn geraakt, vorig jaar op onze meet and greet zijn geweest en inmiddels zelf ook zover zijn. Drie totaal, ja, die ga je horen. Ik vind dus, nou, er werd nog niet met een microfoon om zat. Ik snoot gewoon. Oh. Nou, we hebben wel mooi vuurwerk bij trouwens. Ja, de hele tijd. Ja, de show is achter ons, achter jullie net zo mooi als ik snoot helemaal jullie. Niet. Maar we gaan zometeen leuk wat gesprekken samen, want wij kunnen heel veel informatie met jullie delen. Want ik weet dat er ook een aantal gezinnen zijn of mensen die op zoek zijn naar wat meer houvast en handvatten en informatie om die stap ook te gaan nemen of al hebben genomen. En nog wat laatste, laatste aanvulling zoeken. Die informatie hebben wij al heel vaak gegeven en die wil ik met alle plezier nog een keer geven. Maar hoe leuk is het dat de informatie die wij destijds hebben gedeeld, nu in een volledig ander jasje, in dus drie totaal verschillende situaties of mensen met een verschillende blokkade of juist niet, nu hetzelfde zijn gaan doen. Dus we gaan gezellig de gesprekjes aan en dan wil ik als eerste naar voren halen camperfamilie Geus, oftewel Giers en Patricia Kopen. Maar waren uiteindelijk ook onder andere ons kanaal terechtgekomen en toen met de nodige informatie bij ons ingewonnen en elders natuurlijk ook. Want jullie hebben meerdere lijntjes uitgevoerd om zelf ook stap te ondernemen. En nu staan jullie hier.
met je eigen logo op je bord. Die hebben ervoor gekozen om hier de kinderen uit te laten spelen. En jij staat er zitten in de spelen. Dat heeft een hele duidelijke reden. Ja, klopt. We willen allemaal de informatie krijgen. Kinderen is ook een camper. Ja, dat klopt. En wat voor een? Wauw. Ja, een kleintje hoor, bij de buren vergeleken. Ja. Ja. Hier staan er, Patricia. Maar, ja. Ben je er net te goed? Absoluut, ja. Ja. Ja, we zijn heel goed. Kijk, okay. Had je dat nodig? Ik ben er zin. Had je dat nodig? Ja. Ja, beter van hier te kennen. Ja, het is wel fijn dat je het op mijn boek weet. Ja. Ja. Dankjewel. Goed. Voor het verhaal, mensen. Weliswaar ook weer zonder kinderen. Ja. Nou, voor jullie geldt ook weer, alsjeblieft graag in de microfoon praten. Je mag hem eruit halen als het makkelijker praat. Ja, trek hem eruit. Heb de thee. Ook in dat geval niet moeilijker denken dan dat het is. Daarnaast op zoek naar informatie. Ja. Nee, hij was natuurlijk naar de vestiging. Ja, ik sta hem gelijk aan. Het probleem, denk ik, van iedere man. Je voelt je eigen kostbaar. Binnen huis. Ja. En dan denk je, oh, die financiën. Ja. Nee. Jullie horen de drie verschillende verhalen. Voor de aandacht. Tot nu toe. En hoop ik dat we ook in deze weer onbewust... He, want dan is hij weer onbewust, want wanneer je onbewust je binnenste verandert, verandert je buitenste mee en word je dus wat je denkt. Dat we onbewust toch weer zo mensen hebben weten te inspireren. Niet zozeer, hoeft niet per se te zijn in het gaan wonen in een camper, maar ook gewoon in het dagelijks in het leven staan. Hoe staan we in het leven? Voelen we ons goed bij het leven wat we momenteel leiden? En dat kan heel prima zijn, gewoon in een 201 kap met een garage en een leuke auto voor de deur. Tuurlijk kan dat, als je je daar goed bij voelt. Helemaal prima. Voel je dat niet? Nou, leef je mooiste leven. Zijn er nog vragen? Daar is nu de galerie. Thomas, bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Nog een hele gezellige avond, samen. En natuurlijk hebben ook wij nog wel even voor een versnapering gezorgd. Dus die gaan we zo meteen ronddelen. En ik zou zeggen, allemaal lekker bij de kachel, warm aankleden. Ja, warm bij het vuur. En de muziekje erbij. Dank jullie wel. Doei. Nou, en volgens mij kunnen we met z'n allen terugkijken op een zeer gezellige en geslaagde meet and greet, of niet jongens? Ja, zeker. Ja, zeker. Een beetje naar je zin gehad? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja hoor. Ja, nou heb je weer praatjes, maar het was wel leuk. He? Ja, het was hartstikke leuk. Oude Prova Cleaner. Oude Prova Cleaner. Nou ja, hartstikke leuk toch? Overigens wil ik dat er nog even bij zeggen. Deel van de opbrengst van Provokin ging toen inderdaad naar de jongens toe. Maar wij hebben voor onszelf afgesproken dat alle merchandise artikelen die wij online gaan verkopen of waar dan ook, dat verdelen we gewoon onder ons vijven. En ik heb al wat gekocht, moet je bij. Ja, jij hebt wat gekregen. Ga je ze gauw pakken? Ja, ze liggen hier gewoon. Oh, ze liggen hier gewoon. Leon wilde graag wat hebben. Ja, laat ze maar zien, schat. Laat ze maar mooi zien. Echte Sika's, jongen. Ja. Mooi man. He? Dat is leuk, hè? Nee, ja, maar dat wil ik nog wel even erbij zeggen. Dat bedoel, dat vonden we wel zo reëel. Ons kanaal doen we samen. Doen we met z'n allen samen. En oké, ik ben de drijfveer erachter. Maar hey, we doen het samen. Ja. En we zijn een gezin en we zijn een team. Dus het wordt ook allemaal verdeeld, die opbrengst, onder ons team. Zo kunnen we het wel zeggen. Ja. Nou, wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde meet and greet. Ik hoop dat jullie kunnen terugkijken op een zeer gezellige video. Een lekkere lange video dit keer van volgens mij bijna drie kwartier. Ik heb nog even meegenoten hoor, even nagenoten. Ja, met tijdens het editen. Ja, tijdens het editen. Ja. Nou, ja, erg leuk. Voor iedereen die bij de meet and greet was, bedankt dat jullie er waren. Voor iedereen die deze video heeft gekeken,
Bedankt weer dat jullie hebben gekeken. En geef hetzelfde duimpje aan ons terug als jullie deze video leuk vonden. En de meet and greet. Leuke reacties zijn altijd welkom. Altijd leuk. En dan zeggen wij heel graag weer tot de volgende. Doei. Enjoy all pretty things in life, and our worries seem disappears when we are together in our motorhome, the beer.